Hoi, ik ben Julian en vandaag ga ik een Pokémon box openmaken van Brilliant Stars. Ik heb ook een paar posters en neer. Er zit een boekje waar je de zeldzame kaart uit kan krijgen. Ik ga openmaken. Nee, voordat jullie kijken naar mijn video, doe dan een duimpje omhoog en neer onder mijn kanaal, onder deze video. Je hebt ook scherpe nagels, hè? Ja, dat klopt. En deze voelt mooi. Oh, ja. Kijk, hier hebben we de Brilliant Stars. Kijk hoe vet het hier binnen is. Tennisort zit het zo in. Dat is mooi, ja. Oh, dit is glimt. Ik ga eerst in het boekje kijken. Ik het tenminste. Ik wil even kijken wat. Hier kan je de zeldzame uitkrijgen. Ik ben blij dat ik deze twee direct uitkrijg. Een soort pakje. Nog een pakje. Deze drie heb ik net neer gekregen. En er is nog een van die. Deze heb ik ook al gehad. En deze heb ik ook al gehad. Oké. Laten we beginnen. Met de pakjes op te maken. En die zit ook nog trouwens een spel in. En. Ja, en de kaart heb ik al lang. Oh, dit. En. Goud. Ja, die energy kaart wil ik nu zien. Oh, echt. Nou, laten we de pakjes maar openmaken. Let's go. Deze zijn anders. Deze glimmeren. Oké, dan ga ik wel eerst even voor. Maar wil je die openmaken? Dit zijn gewoon een ander standaard energy met een nieuwe logo erop. Nee hoor, niet nieuw logo, alleen nee? Glimmend. Oh. En een soort van button. Volgens mij is dat een koelkastmagneet. Mag ik zien? Oeh, de vieste. De pakjes zitten er in de doos? Acht, volgens mij. Oh ja. Net zo. Weer doe. Electabuzz.
Kimdo. What the f... Excalibur. Zo, Darfy. Wauw. What the fuck. En deze. En een trainer. Padje 3. Energie. Ik dacht het verkeerd. Geeft niks. Energy. Vibara. Vibara. Inferno. Trainer. Baltoy. Wacht. Gewoon een dinootje, die ken ik niet. Nozopes. Snorrend. Klink. Doet ik. In deze kaart hebben we lucht en dat was gewoon de eerste. Pakje. Waarom zit alles gewoon van die live kaarten in dan? Deze. Dat is voor de kaartjes, voor de codes, voor het spel. Oké, 1, 2, 3, energy kaart, 4. Oké, iemand die in het water zit, die ken ik niet. Klootzel. Choice belt. Trainer, choice belt. Starfina. Starfia. Shinx. Twinx. Een stoute, weet ik veel. Impy Dimp. Colet Stinger meneer. Colet. Castform. Castform. Appje. Chimchar. Rillu. En Doldoos. Hello. Maar Rillu is een heel grote Pokémon, hè? Die kan influeren in de zeldzaamste Pokémon. Ja. Dat niet waar. Dat is wel een hele zeldzame. Ronde, pakje, zes. Daar heb je eigenlijk helemaal niks aan. Ja, eigenlijk voor het spel. Oh nee! Energy card. Oh.
En Chicago. Pringlup, plup. Starterhunt. Nosepass. In hand. Ik ken die niet. Mysterie, denk ik, als ik het goed uitspreek. Deze gaat evolueren in een mooie, hele mooie Pokémon. Chimcho. En een Garchomp. Ronde 7. Het zijn de laatste twee laatste pakjes. Charizard pakjes, heb je nog niet gehad of wel? Oh. Zeldzaamste kaart van de wereld. Als hier de Charizard in zit, wil ik filmen. Want misschien komt hij dan straks ook nog een zeldzaamheid. Ja, ik zie gewoon Vibrava. Een vogel. Een vogel. Die ken ik niet. Starvia. Dit lijkt een beetje op Charmander. Een klein beetje dan. Monferno. Heel klein beetje. Snorunt. Snorunt. Klink. Ook. Klink. Denne. Kuboe. Disco. Wat heb je erin? Wat heb je erin? Vertel. HQ. Wauw, dit is Crumble. Oh, vet, een mooie kaart. Laatste pakje. Ik heb wel. Een trainer. Kleine ekeltje. Bliksemman. Electabuzz. Ja. Kimmel. Kibble. Chimcho. Turek. Kibble. Turke. Trampion. Starly. Starly en. Nou, Escavalier. Ik heb twee schatten aan mijn kaarten. Ja, je hebt de hele twee mooie kaarten uitgepold. Maar ik was wel blij als ik de Charizard kreeg. Ga je eens kijken, waar zijn ze? Ja, we hebben nog veel meer kansen, want we kunnen later nog andere box kopen hiervan. Nog een box. Nou, we hebben twee mooie pols nog aan. Twee leuke kaartjes. Een aap en een hond. Ja, en hoe heet ze? Tardure en Krendel. En dit is twee mooie kaarten, die gaan we lekker insleeven. Die komen weer in de collectie. Nou, hartstikke leuk. We hadden wel iets meer verwacht uit de box, maar dat is niet anders. Nee, we kunnen later nog veel meer kopen van die box en dan openmaken. Ja, daarom. Nou, dan beëindigen we. Daarom, en dan kunnen we vast wel zo'n kaart krijgen. Vast en zeker. En ook zo'n kaart. Zo één. Vond je deze video nou leuk? Nou, duimpjes omhoog en abonneer je hieronder. Voor deze Pokémon's. Doei!